Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een video van mij en ik heb vandaag weer een keer een favoriete video van jullie. April is echt voorbij gevlogen en ja, er zijn toch weer een aantal mooie producten uitgekomen die tot mijn favoriet behoren. En het zijn niet heel veel producten, het zijn een paar make-up producten en een paar verzorgingsproducten. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee als je benieuwd bent naar mijn favorieten. Ik begin even met de make-up producten en allereerst is dat dit palet van W7. Dit is de Up in Smoke. Dit is het vervolg van In the Night. Ik heb deze uitgebreid al gereviewd ook. En hij heeft wat mooie donkere kleuren en ook een paar lichtere kleuren. Dus je kunt er eigenlijk best wel veel kanten mee op. En ik was er ook vooral heel erg enthousiast ook over het nieuwe uiterlijk van dit palet. Ja, of je er nou gewoon eigenlijk een beetje een zachtere daglook mee kunt maken. Of gewoon eigenlijk een lekkere smoky eye. Je kunt eigenlijk best wel veel kanten op met dit palet. En ja, W7 heeft mijn hart sowieso al wel gestolen qua make-up merk. Dus dit is absoluut een favoriet van mij. Dan heb ik een eyeliner. En dit is de 2-in-1 eyeliner pen van Essence. Deze heeft twee kanten. De dunne kant. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En dus een dikke kant. Dit is gewoon echt een heel fijn potloodpen. Eigenlijk om ook een wing mee te zetten natuurlijk. Omdat die van, ja, eigenlijk van dun naar dik loopt. Dus je kunt er gewoon ja, veel kanten mee uit. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat Essence deze had totdat ik deze tegenkwam. En ja, ik vind hem nu echt al top. Ik gebruik hem echt super vaak. En ja, hij is gewoon heel erg fijn. Je kunt er zoveel kanten mee uit. Dus dit is echt een toppertje. Dan de lipbalm. Dit is de Easy Shine lipbalm van de HEMA. Ik heb zelf de matte versie gereviewd. Dit is dus de shine versie. En ja, het is gewoon een heel fijn product. Mooie kleur. Lekker dat hij ook verzorgt. Dus volgens mij zijn heel veel mensen ook enthousiast over deze lipbalm. En ik ook absoluut. Het is absoluut een favoriet voor mij. Dan heb ik nog twee producten uit de Cinderella collectie van Essence. En die review is afgelopen week verschenen. Dus als je daar meer over wilt weten, kun je die nog eventjes nalezen op mijn site. Allereerst de Highlight Power. En ja, ik vind het uitzicht sowieso prachtig vanwege die mooie bloemetjes. Maar hij is ook gewoon, ja, hij valt gewoon goed op. Het is gewoon echt een goede highlighter die gewoon. Waarvan je weet dat je hem gebruikt, zeg maar, die gewoon, waarvan je het ook ziet. En dat vind ik altijd wel heel erg prettig. En daar heeft Essence echt weer een hele goede weg mee ingeslagen met deze limited editie. Ja, ook natuurlijk, het uiterlijk is gewoon erg mooi met dat Disney erop. En ja, het is wel een bijkomende zaak, maar ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. En hij werkt deze keer gewoon echt perfect. Dus absoluut top. Dan heb ik de glittertopper van de Cinderella collectie. Ik draag hem nu ook nog. Hij begint nu pas een beetje slijtageplekjes te krijgen. Dus dan heb ik hem echt 4 dagen al op. Dus hij blijft ook gewoon goed zitten. En ja, dat vind ik toch altijd wel een punt bij andere nagellakken van Essence. Dat ze niet zo heel goed blijven zitten. Maar deze die. Ja, het blijft gewoon echt lekker zitten en dat vind ik echt belangrijk. Dus absoluut top. Dan waren dit de make-up producten. Dan heb ik nog een paar verzorgingsproducten. Allereerst deze Spray & Go van Vaseline. Dit is de cacao radiant. Ik heb al een keer een body lotion gereviewd van Vaseline. En dat was gewoon diegene in de tube. Ook cacao radiant overigens. Deze ruikt precies hetzelfde. Alleen het is zo makkelijk met aanbrengen. Je spreekt gewoon op je lichaam. Je wrijft het uit. En ja, eigenlijk zo fijn. En het plakt niet. Ja, je kunt gewoon weer je gang ermee gaan. En dat vind ik echt super. Dus absoluut vind ik dit een topproduct. En ja, het is ook als je gewoon heel snel weg moet, het is gewoon ideaal. Dan heb ik nog deze Dettol Pro Fresh. Dit is dan, dit is nieuw van Dettol. Dit is douchefris. En hij ruikt zo lekker. Het is echt een hele lekkere geur. En ja, er zit gewoon eigenlijk zo
weinig in toegevoegd. Het is gewoon echt voor hygiëne ook. En vooral dus als je ja, bijvoorbeeld een beetje last hebt dat je wat sneller zweet of ja, iets dergelijks. Dat is gewoon ideaal met deze. Ja, Dettol heeft sowieso hele goede producten, maar ik vind dat ze met deze douchecrème gewoon weer een hele goede weg zijn ingeslagen. Dus absoluut top. Het laatste wat ik nu al top vind zijn deze mini shampoo zakjes. Deze zijn van L'Oréal en dit is de Elvive Smooth Intense Shampoo. Deze vond ik bij de Action, deze zak. En die was 99 cent. En er heb je 24 zakjes met shampoo. Als ik wel eens wegga en ik blijf dus een nachtje weg, dan ben ik altijd zo iemand die dus met of van die reisflesjes daar je eigen shampoo in gaat doen. Maar dat erin doen gaat dan nog wel. Maar dat eruit krijgen is altijd weer een ramp. Of dat je van die reisflesjes, van die mini-verpakking koopt, zeg maar. Maar ja, goed, met de lengte van mijn haar ben ik gewoon gelijk al door één zo'n mini-verpakking heen. Dus dat is ook niet wat. Toen zag ik deze mini-zakjes dus. En ja, dit is zo handig, want het scheelt zoveel ruimte. En ik vind dit gewoon echt een favoriet nu al. En daar hoort dus ook deze conditioner bij. Zonder conditioner kan ik echt niet. Ze hadden trouwens verschillende soorten bij de Action. Alleen van dit type hadden ze ook een conditioner. Dus vandaar dat ik voor deze ben gegaan. Ook hier heb je 24 zakjes. En ja, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd of dat het voldoende gaat zijn voor mijn haar. Meestal die zakjes die je bij een haarkleuring krijgt, die zijn ook voldoende. Dus deze past ook wel. Maar ik wilde deze toch eventjes ook laten zien. Ook omdat ze mijn favoriet zijn, maar ook omdat het wel een heel handig iets is. Misschien ook voor anderen als je nog op vakantie gaat of zo. Bij de Action dus 99 cent voor zo'n zak met 24 kleine zakjes. Dus ideaal. Dan ben ik er alweer doorheen. Dan waren dit eigenlijk alweer mijn favorieten van april. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je het filmpje nou leuk vond, abonneer je dan op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn nieuwste video's. Of doe even een duimpje omhoog, zou ik heel leuk vinden. Voor de reviews van de producten, als je echt benieuwd naar bent, kijk dan eventjes op mijn site. En voor nu ga ik je bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer. Doeg!